Is de wethouder lief? Ja. Ja? Ik ben Gert-Jan Bluis. En ik ben ook... Hi. Ik ben een papa en ik ben ook een opa. Dus... Papa? Ja, ik ben een papa en opa. Maar ik ben niet jouw papa. Maar ik ben een opa. Dus ik moet wat meer voorlezen. Mijn mama, ja, gaan we beginnen. Dit is het boek. Maximiliaan Modderman. Altijd in dat soort leesboeken altijd hele moeilijke namen, vind ik altijd. Dus vind jij ook, hè? Zullen we hem gewoon Max noemen? Hè? Dus het gaat over. En hij gaat. Kijk, dat is hem natuurlijk. En hij gaat een feestje geven. Een beetje net zoals dat we hier zitten. Een beetje een feestje geven. Dat is mooi, hè? Een feestje, daar houden we wel van, hè? Ja. Verjaardagsfeestje, of gewoon feestje. Kijk, dus zo begint hij. Een boekje, met grote plaatjes. En met vooral de leuke plaatjes. Maximiliaan, Modderman, geeft een feestje. Een feestje voor beestjes met taart. Zie je? De taart zie je daar. En allemaal de beestjes zie je allemaal, hè? Ja. Ik zie wel wat bepaalde namen. Zullen we zien wat voor beestjes dat allemaal zijn? Ja. Het wordt een wild feest. Een wild feest wordt het. Dus dan gaan ze waarschijnlijk springen, dansen, maar dat gaan we zien. En het wordt een vies feest. Ja, hij zegt dat, hè? Het wordt een wild feest en het wordt een vies feest. En dat vinden papa en mama vast straks niet leuk. Hebben jullie dat ook wel eens? Nee? Jullie hebben altijd hele nette feestjes thuis? Wethouder Bluis, het zijn de voorleesdagen. Hoe belangrijk is lezen voor kinderen? Ik denk dat lezen heel belangrijk is voor kinderen. Omdat als je leest, dan gaan er twee dingen gebeuren. Je leest woorden. Je ziet er in dit geval ook plaatjes bij. En dat prikkelt je fantasie. Dat is heel goed. Maar het geeft ook eigenlijk aan dat als je leest, dan communiceer je. Dan ben je bezig dingen voor jezelf op een rijtje aan het zetten. En je leert ervan. En het is leuk. Dat je leest en dat je gewoon iets doet. Dus ik denk dat lezen heel belangrijk is. Zeker als je kijkt naar de digitalisering. We krijgen steeds meer informatie tot ons. Dus hoe eerder kinderen leren lezen, hoe beter ze zich ook in de maatschappij stand kunnen houden. U heeft uit een boek mogen voorlezen. Wat voor boek heeft u mogen voorlezen? Nou, ik heb uit een boekje gelezen. Ik heb het hier voor me, Maximiliaan Modderman. Dat is lange woorden. Dus zullen we hem maar Max noemen. En die geeft een feest. En in dat feest gebeuren allemaal leuke dingen. En dat verwoord je dan met mooie afbeeldingen. En die kinderen vinden dat heel leuk. En die vinden vooral ook leuk het beeld erbij. Maar ook de woorden. En dat is juist het mooie. Dat kinderen dan spelenderwijs toch ook leren. Woorden leren. Maar gelijk de verbeeldingen erbij hebben. Want lezen is verbeelden. Kan de wethouder een beetje lezen? Heeft hij goed voorgelezen, de wethouder? Ja. Vond je het leuk, Joy? Ja. Heel leuk? Ja. Had u voorleestalent? Ik heb geen voorleestalent. Ik meestal verzin ik zelf allemaal woordjes erbij. Ik lees ook wel eens voor mijn kleinkinderen. En soms vertel ik dan ook wel gewoon eigen verhaaltjes. Dus ik heb geen voorleestalent. Maar dat is ook niet nodig. Je moet de kinderen zien te inspireren. En af en toe ook andere dingen zeggen en doen. Dan dat dan in het boek staat. Kijk, je hebt het voordeel. Ze kunnen waarschijnlijk het zelf nog niet lezen. Maar dat is ook niet helemaal waar. Want op een gegeven moment, dat heb ik met mijn kleinkinderen. Heb je wel eens boekjes die je moet herhalen. En dan zeg je een woord is wat anders. En dan word je wel meteen gecorrigeerd. En vind je lezen een beetje leuk? Ja. Heb je een voorleesboek waar je van houdt? Ik heb een tikkertikkerboek. Oh, wat leuk. En waar gaat die over? Bij een restaurant gaat tikkertik. Oh, Dikkie Dik. Ja. Het stimuleren van lezen in de bibliotheken. Is het ook een idee voor de gemeente om bijvoorbeeld de boete of de verlengingskosten af te schaffen? De verlengingskosten. Ja, je kan je afvragen. De kosten voor bibliotheek zijn volgens mij niet hoog. En volgens mij voor mensen met een kleine beurs. Volgens mij
krijgen die gewoon kosteloos wordt dat vergoed. En de boetes afschaffen. Ja, aan de andere kant, er moeten wel regels zijn. Dus als dat schijnbaar nodig is om te zorgen dat iedereen op tijd zijn boeken terugbrengt. En dat toch een boete is om dat schijnbaar toch te moeten stimuleren. Nou, moet je dat misschien wel in stand houden. Maar op zich, ik vind dat iedereen de kans moet krijgen om te lezen. En ik denk dat het boek, het analoge boek, wel bijdraagt aan dat men iets goed blijft lezen. Want je ziet wel heel veel erg met het internet dat er heel veel informatie wordt gespuit en dat men scant in plaats van dat men leest. En wat we proberen natuurlijk met het voorlezen is wel gewoon het voor te lezen en dan ook de verbeelding er goed bij te laten zien, zodat het ook echt beklijft bij de kinderen. Hallo Anna. Hallo. Hoe oud ben jij? Drie jaar. Heb jij een favoriete boek? En welk boek is dat? Coco. Wat zei je? Coco. Coco. Heb mama die bij je? Bij zich? Kijk. Is dat een leuk boek? Leest mama daar wel eens in voor? Nog nooit. Gaat dat wel gebeuren? Kan je zelf al een klein beetje lezen? Of ben je daar nog te jong voor? Ik kan wel A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, V, R, S, T, U, V, B, X, Y, Z. We zijn alle van Nederlands alfabet. Goed zo. Goed zo. Dus binnenkort ga je daar zelf uit lezen. Stimuleren van lezen is belangrijk. Dat gebeurt ook vanuit de gemeente met de Zandvoortpas. Stel, mensen weten niks over de Zandvoortpas nog. Het zou wel niet, maar er zijn toch wel mensen die er niet zoveel van weten. Hoe kunnen mensen een Zandvoortpas aanvragen? Ja, via de gemeentelijke website en tik dan Zandvoortpas in. En dan krijg je dat te zien en dan kun je hem dus aanvragen. Dat is vrij snel te regelen. En we doen ook nog steeds promotie. We gaan wel kijken in de toekomst of we net de Zandvoortpas nog meer kunnen doen. En ook meer bekendheid eraan geven. Zodat ja, mensen met een kleine beurs toch aan de maatschappij kunnen deelnemen. En dat we ook gewoon echt hele goede, leuke dingen hebben. Waar men met de Zandvoortpas de dingen kan doen. En men zich meer in de maatschappij geplaatst voelt en blijft. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat extra gaan stimuleren. Waaronder een gratis bibliotheek. Ja, ik denk dat dat onder andere daar ook bij hoort. Maar ik ben net terug van vakantie en het zogenaamde beleid, mensen soms met geld zorgen en om daar extra aan te doen. Daar valt denk ik, dit hoort daar ook bij, denk ik. Dat mensen lezen naar de bibliotheek gaan. En in de bibliotheek is ook een ontmoetingsplek. Dus je kunt ook een kopje koffie daar drinken en je kunt elkaar ontmoeten. Er liggen kranten, je kan op internet. Dus de rol van de bibliotheek in dit kader kan vergroot worden en daar moeten we aan werken. Vies feest. Ja, hij zegt dat, hè? Het wordt een wildfeest en het wordt een kiesfeest. En dat vinden papa en mama vast straks niet leuk. Hebben jullie dat ook wel eens? Nee. Nee? Jullie hebben altijd hele nette feestjes thuis? Ja, hè? Nou, jullie knoeien niet. Ja, ik ben nog groot. Jij bent nog groot, hè? Ik ben nog groot. Ja. Ik ook. De trui moet in bad, zegt Maximilian Moddermaat. Oh, dan gaan ze, zegt hij. We gaan het feestje gaan beginnen en we gaan eerst alle truien. Dat zullen we dat maar niet doen. Hè? Jullie houden jullie truien maar aan, hè? Want het is wel te koud anders. Ja. Misschien moeten de beesten ook in het bad. Kijk, de beesten, die moeten misschien ook. Dus de truien zijn uit en misschien moeten de feesten. Oh, kijk, Maximilian zit al. Die zit al. Oh, die staat naast het bad. En die heeft zijn trui ook al uit. Al heeft zijn brilletje nog op. Zie je dat? Dit is zo.